En het ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag de betalingsachterstanden van het Nationaal Nierdialysecentrum gedeeltelijk ingelopen. Dit bij de buitenlandse leverancier was er sinds oktober 2019 een betalingsachterstand van ruim 1 miljoen euro, waardoor deze besloten stoppen met het leveren van onder andere dialysevloeistof. Vanochtend hebben zowel cliënten als medewerkers van het centrum geprotesteerd bij minister Amar Ramadan. Gelijk na de protestactie is het bedrag van 600.000 euro betaald aan de leverancier. We hebben dus getracht de middelen bij elkaar te krijgen om de betaling in orde te maken. Echter waren wat kleine problemen met de betaling de eerste keer. En daarna hebben wij vrijdag vernomen van de nefrologen en andere actoren dat de leveringen per vrijdag of maandag zouden worden stopgezet. Ik heb onderhandeld en het mocht niet helpen. Maandag, dus vandaag, hebben wij van alle zijden getracht om de betaling toch in orde te maken. En uiteindelijk heeft de leverancier is akkoord gegaan met het leveren, het herstarten van de levering. Maar vanmorgen waren de patiënten dus inderdaad op het ministerie om een beklag te doen over de situatie. U snapt dat het is een urgente zaak, omdat de dialyse houden mensen in leven, want hun nieren functioneren niet meer. En bij de dialyse wordt de functie van de nier overgenomen op een kunstmatige manier. Dus iemand die niet dialyseert, komt in grote medische problemen. En dat besef ik. De restantbetaling van 400.000 euro moet op korte termijn geschieden, zegt Ramadan. Maar dit is geen structurele oplossing van het probleem. En daarover zijn we dus ook aan het nadenken. En in dat kader heb ik morgen de installatie van een werkgroep regulering dialysezorg. En de naam zegt het al, regulatie dialysezorg. Dat betekent dat we het niet eens zijn met hoe het op dit moment gaat. Er zijn te veel factoren die het probleem complex maken. Wij willen gaan naar een situatie waar elk actor in die zorg weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is. De overheid die weet wat ze moeten doen, de particuliere verzekeraar, de zorgverzekeraar, ook de patiëntengroep, de particuliere centra, de overheidsdialysecentra. Allemaal zullen een rol toebedeeld krijgen. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid, die vandaag een belangrijk deel van de betalingsachterstand bij het Nationaal Nierdialysecentrum heeft ingelopen. Zorg is inmiddels genormaliseerd.